Nou, om met de eerste vraag te beginnen. Um, ja, wat gaat er nu gebeuren? Welke actie wordt er tegen die mensen ondernomen en ja, wie onderneemt die actie? Heeft u enig idee wie nu wat gaat doen? Uh, in eerste instantie moeten ze aangehouden worden. Ze worden aangehouden, wat u zegt, ja, ze zijn reeds aangehouden. Ja, procesverbaal. Uh, door de politie, daarna komen ze in hechtenis. Ja, in hechtenis. En ja, als je het afhankelijk van het, uh, ja, wat we gedaan hebben, of het om misdrijf gaat of. Niet, of uh... Nou, het gaat hier nogal ja. om een misdrijf, denk ik. Ja. Uh, en wie? Klaagt ze aan? De officier van de... Ja. De officier van justitie, dat is eigenlijk uh, een heel normaal beeld. Als er zoiets gebeurt, zo'n zo geval van uh, excessief geweld, want daar gaat het hier om, dan treedt automatisch eigenlijk het, uh, het strafrecht in werking. En wat mevrouw hier terecht zei, ja, er is een politie, die mensen zullen worden gearresteerd, die mensen kunnen vervolgens worden verhoord, kunnen in voorlopige hechtenis worden genomen en uiteindelijk zal er dan een strafproces tegen ze worden aangespannen. En dat strafproces wordt tegen ze aangespannen door de officier van justitie. Die dat doet namens de staat der Nederlanden. Namens u allen dus. Dat is eigenlijk een heel vertrouwd beeld. Uh, zoals dat naar voren komt, bijvoorbeeld in kranten of op de tv. Maar zo is het uh, lang niet altijd geweest. Zo is het lang niet altijd geweest. Als je kijkt in vroeger tijd. In vroeger tijd, als je zegt, ja, de duistere eeuwen. Toen uh, trok de overheid zich veelal weinig aan van zo'n geval als dit, zo'n geval van excessief geweld. Daar trok de overheid zich weinig van aan. De overheid trok zich überhaupt weinig aan van strafbare feiten. Zolang je maar niks deed waar de hele gemeenschap last van had, of zolang je maar niks deed waar de overheid zelf last van had. Uh, dan deed de overheid dus niks. Er was wel een, een rechterlijk apparaat. Maar dat, ja, dat ondernam zelf geen actie. Dat ging ervan uit dat ja, uw belangen zijn geschonden, de belangen van u als slachtoffer zijn geschonden. En daarmee bent u de meest directe belanghebbende om dan maar iets te ondernemen. Dus ook op strafrechtelijk gebied, dan maar iets te ondernemen tegen degene die uw belangen heeft geschonden. Dus bij allerlei delicten, zoals uh, ja, geweldpleging. Of sededelicten of vermogensdelicten, was het aan het slachtoffer van het delict om een strafproces te beginnen tegen de dader. Dus het slachtoffer zelf moest naar voren komen en moest de dader officieel aanklagen en zorgen dat hij strafrechtelijk zou worden vervolgd en berecht. Dus er moest een klacht worden ingediend. Maar ja, zult u zeggen, in dit geval. Heeft dat excessieve geweld heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer? Die grensrechter is overleden. Dus hoe kun je in zo'n geval dan nog een klacht indienen? Aangezien de meeste dode personen nou niet meer zo heel veel te klagen hebben. Maar dan was het toch vereist dat dan het lichaam van het slachtoffer, het lijk dus om het zo te zeggen, dat dat voor de rechter werd gebracht en dat dan de klacht werd geuit door een van de familieleden. En dan niet zo bij wijze van een soort ja, buiksprekerij, zeg maar, dat dan het naaste familielid zo'n beetje achter zijn hand uh, de klacht uitte namens het slachtoffer. Maar het slachtoffer was zelf wel, de nedergeslagenen was zelf wel de klager. Dus namens hem, uit zijn naam, werd dan officieel de klacht ingediend. En het was ook meestal zo dat dan het lijk niet ter aarde werd besteld, zolang de procedure nog niet was afgerond, dus die bleef officieel in de zaal als klager. Uh, dus er was een systeem van uh, van private klagers, van slachtoffers van delicten die zelf maar moesten zorgen dat de dader werd gestraft en die daartoe dus ook de dader zelf officieel aanklaagde. En dat betekende ook dat degene die een ander aanklaagt dat hij belast was met het leveren van het bewijs van datgene waarover werd geklaagd. Dus die private klager die moest het bewijs leveren van hetgeen hem was aangedaan. En dat betekende dat als jij daar stond als klager en jij slaagde niet in het leveren van het bewijs, dat dan de klacht zich tegen jou keerde. Als jij jouw bewijs niet kon leveren van datgene wat jou was aangedaan door degene die jij aanklaagde, dan keerde de klacht zich tegen jou. Dan werd je geacht een valse aanklacht te hebben ingediend en dan werd jij bestraft. En dan werd jij bestraft met meestal de straf die jij aan de ander had willen laten opleggen, de straf in kwestie waartoe jij de ander had willen laten veroordelen. Als jij jouw woorden had kunnen bewijzen, ja, die straf valt jou dan ten, zelf ten deel. Dat was de straf die stond op het al te lichtvaardig aanklagen. Dus je had een private aanklager die zelf de dader van het strafbare feit aanklaagde. Wat deed dan de rechter, wat deed de rechtbank in dit geheel? Ja, de rechtbank deed niet zo heel veel. De rechter in dit geval was heel passief. Die nam aan die hele rechtsstrijd tussen aanklager en aangeklaagde, nam de rechter helemaal geen deel. Het enige wat de rechter deed was erop toezien dat die rechtsstrijd op de juiste wijze werd gevoerd. En zo'n rechter waakte over de procesorde. Die zag erop toe dat partijen die procesorde in acht namen. En die stelde dan, op het eind van de procedure, stelde de rechter officieel vast. Wie van beiden nu gelijk had. En die wees dan vonnis. Dus het was een hele passieve rechter. Nou, zo is het lange tijd geweest. Zo is het lange tijd geweest. En dan komt eigenlijk pas verandering in, zo rond het jaar 1200. Zo eind 12e, begin 13e eeuw. Dan komt hier geleidelijk aan verandering in. En dan, bleekt, dan breekt het inzicht door. Geleidelijk breekt het inzicht door. Dat eigenlijk elk strafbaar feit, hè, ook al worden daardoor dan private belangen geschonden, belangen van een privépersoon, dat elk strafbaar feit toch ook is, en eigenlijk nog meer is, een verstoring van de orde en de rust. Dat elk strafbaar feit, hoezeer ook iemand daar het slachtoffer van is geworden, dat dat toch eerst en vooral een verstoring van de openbare orde is. De rechtsorde waarover de overheid heeft te waken. En dan zie je, zo vanaf 1200 dus ongeveer, dat de overheid zelfstandig strafbare feiten wil gaan vervolgen. Omdat de strafbaar feit een inbreuk is op die openbare orde waarover de overheid heeft te waken. Die wil dan niet afwachten of er slachtoffers naar voren komen die een strafproces beginnen. De overheid wil dan zelfstandig strafbare feiten vervolgen. En dan zie je dat er ook speciale ambtenaren worden aangesteld om dat te gaan doen. De zogeheten gerechtsofficieren. En dat zijn eigenlijk voorlopers van de officieren van justitie die wij heden ten dagen kennen. Een gerechtsofficier die belast is met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Die komt dus pas zo. Rond 1200 in beeld. En dan zal het nog lang duren. eer dat dat nieuwe inzicht. volledig is uitgekristalliseerd. Dan zal het nog lang duren. voor de overheid het hele strafrecht in handen heeft. En dat publieke strafproces. voordat het publieke strafproces. het private strafproces volledig heeft verdrongen. En dat zal nog zeker een drietal eeuwen duren. Pas zo rond. 1500 zie je dat de overheid toch het strafrecht grotendeels in handen heeft. Uh, dit omdat het oude private strafproces toch heel diep geworteld was in, het, uh, in de samenleving. Diep geworteld was ook in het rechtsbewustzijn van de mensen. Dus op pas rond 1500 kun je zeggen: ja, dan heeft het publieke strafrecht het private grotendeels verdrongen. Let wel, grotendeels. Want er blijven nog steeds restanten privaat strafrecht over. En die zijn pas zo rond 1800 verdwenen. Dus het heeft al met al heeft het heel lang geduurd... ...eer dat de officier van justitie, zoals wij die thans kennen... ...het monopolie heeft wat betreft het vervolgen van strafbare feiten. Nou, dat was de eerste vraag van wat er gaat gebeuren... Welke actie er tegen die daders of tegen daders, tegen plegers van strafbare feiten, welke actie er wordt ondernomen en wie doet dat. Uh, maar wellicht een interessantere vraag is, ja, waarvoor zal bijvoorbeeld in zo'n geval van excessief geweld zoals zich dat op dat voetbalveld heeft uh, afgespeeld, waarvoor zullen die daders terecht staan? En nogmaals, het ging hier om een aantal jongens die dermate ontevreden waren met het wedstrijdverloop, dat zij besloten de grensrechter, die zij mede daarvoor verantwoordelijk achten, ter verantwoording te roepen en wel door hem een flink pak slaag te geven. Maar zij gingen in het uiten van hun woede dermate ver dat ze die man hebben doodgeslagen. Nou, waarvoor denkt u dat deze mensen zullen terechtstaan? Zie je daar een vraag? Ja. Doodslag. Doodslag. Waarom denkt u doodslag? Ja, niet echt bedoeld, zegt u. Niet echt bedoeld om hem dood te slaan, maar wel de dood ten gevolge hebbend. Ja. Ik zie daar ook een vinger, mevrouw? Zware mishandeling. Waarom denkt u aan zware mishandeling? Nee, maar je kunt zeggen, ze stonden toch wel met zijn alles een beetje flink tegen dat hoofd aan te schoppen. Dus kun je zeggen, ja, dat hebben ze toch eigenlijk allemaal gedaan. Je kunt er niet één specifiek aanwijzen. Oké? Okay? Iemand anders een andere mening nog. Wie denkt er meer aan mishandeling? Wie denkt hier dat het gaat om mishandeling? U. Zware mishandeling, ja. En geen doodslag. Ja, als gevolg, ja, er zijn allerlei. Dat is het mooie van het strafrecht. Er zijn allerlei uh, categorieën aan te brengen. wat betreft geweldpleging. Je hebt om te beginnen heb je mishandeling. Dan heb je zware mishandeling. Dan heb je zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend. Dan heb je doodslag. En dan heb je het, de ergste gradatie, en dat is moord. Um, in dit geval. In dit geval heel opmerkelijk, zal de officier van justitie. die mensen zijn intussen voorgeleid, en hen wordt te lasten gelegd. niet zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend, maar doodslag. En doodslag is dus een zwaarder delict. waarvoor een, een groter aantal jaren gevangenisstraf, bijvoorbeeld, kan worden opgelegd. Doodslag wordt deze mensen te laste gelegd. En doodslag is als jij opzettelijk iemand van het leven hebt beroofd. Je hebt, zoals dat in de theorie heet, je hebt willens en wetens de anderen om het leven gebracht. Dat wil zeggen, ja, je wilde de ander doden en je wist heel goed waar je mee bezig was. Nou, stel dat u een van die jongelingen was. En de officier van justitie zegt: uh, Ik leg u doodslag ten laste. U heeft willens en wetens die grensrechter om het leven gebracht. Hoe zou u zich daartegen verweren? Wat zou u verweer zijn, meneer? Wil slechts een lesje leren om dat zo te noemen. Ja, ja, precies. Ja, wat meneer zegt uh, is: Het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om uh, die grensrechter dood te schoppen. Ik wou hem alleen maar een lesje leren. Ik wou hem even flink in elkaar meppen, Maar het was, ik, ik was er niet op uit om hem echt dood te slaan. Maar dat verweer uh, zal u in dit geval niet helpen. Dit verweer zal u niet helpen, omdat de officier van justitie in zo'n geval zal antwoorden: van ja, beste man, het kan heel goed zijn dat je daar niet op uit was. Maar als jij uh, een flink aantal malen iemand hard tegen zijn hoofd schopt. Dan kun je toch weten dat die eraan kan komen te overlijden. En dat kun je weten. En dus dat behoor je te weten. Dat die kans erin zit dat als jij zo te keer gaat, dat die ander dan het leven laat. Maar klaarblijkelijk trek jij je daar niks van aan. Klaarblijkelijk neem jij die kans op de koop toe. En je weet dat het kan gebeuren, maar toch wil je handelen. En dat betekent dat jij een voorwaardelijk opzet. Hebt gehad om de ander te doden. En daarmee maakt het weinig uit, wat mevrouw zei, van ja, dat het niet helemaal duidelijk is wie dan uiteindelijk de doodschop heeft gegeven. He, als jij met vijf mensen druk bezig bent iemand harten tegen zijn hoofd te schoppen, kun je zeggen: hebben al die trappen ertoe bijgedragen dat het slachtoffer uiteindelijk om het leven is gekomen. Dus aan alle daders in dit geval. zal toch een mededaderschap ten laste worden gelegd. wat betreft die doodstrafslag. Uh, uh, hoe was dat vroeger? En dat is wel aardig om te zien. In vroeger tijd had je reeds een voorloper van dit voorwaardelijk opzet. Als we de klok opnieuw even terugzetten, zo tot 1500. tref je daar al heel duidelijk aan. Een voorloper van dit voorwaardelijk opzet. Zei dat het systeem toen wat eenvoudiger was. Namelijk zo rond 1500 was het zo dat als jij eh, geweld gebruikte jegens een ander, dat wil zeggen opzettelijk geweld gebruikte jegens iemand anders, dan was jij altijd aansprakelijk, strafrechtelijk aansprakelijk voor het resultaat waartoe dat geweld had geleid. Dan stond je altijd terecht voor de gevolgen waartoe jouw geweld had geleid. Ongeacht of je die gevolgen nou wilde of niet. En dat betekent dat als jij in vroeger tijd eh, iemand opzettelijk een flink pak slaag had gegeven, en die persoon was aan zijn verwondingen komen te overlijden, en dat kon best enkele dagen later zijn, dan stond jij terecht wegens doodslag. Ook als je dat niet had gewild. Dan stond jij terecht wegens doodslag, dan had je weliswaar niet een direct opzet gehad om de ander van het leven te beroven, maar zoals ze toen zeiden, je had een indirect opzet tot levensberoving. En jij was namelijk zo hard tekeer gegaan bij jouw geweldpleging dat die ander daarvan van de kwalijke gevolgen ...had ondervonden. En voor die gevolgen stond jij terecht. Dus ongeacht of jij dat had gewild of niet... ...het resultaat van jouw opzettelijk gewelddadig optreden... ...was bepalend voor de straf die jij kreeg. Uh, dit was ten dele de voorloper van ons voorwaardelijk opzet. Ik zeg nadrukkelijk ten dele, omdat die constructie van vroeger... ...had natuurlijk ook een keerzijde. Een keerzijde. Weet u welke keerzijde? Ik hier bedoel, wat de keerzijde was van als jij opzettelijk geweld tegen iemand gebruikt, dan sta jij terecht voor het resultaat van dat geweld, ongeacht of je dat hebt gewild of niet. Heeft u enig idee wat de keerzijde van de medaille is, meneer? Um, ja. Ja, dus je slaat iemand hard tegen zijn hoofd, valt van de, 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 de trap af. Het is meer een ongelukje, het even Apeldoorn bellen idee. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat bedoelde ik eigenlijk niet zozeer. Um, ja, we hebben net het geval gezien van... jij uh, hebt iemand hard in elkaar geslagen. Die persoon komt te overlijden. En dus sta je automatisch terecht voor doodslag. Terwijl je dat helemaal niet had gewild. De keerzijde is... Dat jij echt expliciet iemand wil doodslaan. Uh, maar dat jou dat niet lukt. Dat jij met de kennelijke bedoeling om iemand uh, van het leven te beroven, die figuur begint te mishandelen. Alleen je slaat niet hard genoeg uh, en die persoon blijft leven, dan sta jij terecht omdat je die andere persoon hebt verwond bijvoorbeeld. Het begrip poging tot doodslag kende men vroeger niet. Dus het was puur afrekenen op resultaat. En daarom is het ook maar gedeeltelijk eigenlijk de voorloper van ons voorwaardelijk opzet. Vanwege die keerzijde dat men nog niet het begrip bijvoorbeeld poging tot doodslag kende. Oké, okay, in dit geval, zo'n uh, geval van, van excessief geweld, zie je dat de officier van justitie heden ten dagen de daders meestal toch uh, opzettelijke doodslag ten laste legt. En dat is niet alleen in dit geval bijvoorbeeld, maar ook in het geval wat zich in januari afspeelde... Uh, van, ...van een man die werd mishandeld in een parkeergarage door een aantal jongelui die uit Turnhout afkomstig waren. En die kregen ook poging, krijgen die jongens poging tot doodslag ten laste gelegd. En niet zozeer zware mishandeling. Vanuit dezelfde optiek eigenlijk, dat als jij zo hard op iemand inbeukt... En hem tegen zijn hoofd schopt en zo meer, ja, dat je dan moet aanvaarden dat de kans erin zit dat zo'n slachtoffer het leven zal laten.